Blijft vastgoed een zekere belegging voor ons pensioen? Hoe gaan de pensioenfondsen om met deze crisis? Blijft vastgoed een veilige belegging en naar welk segment stroomt het meeste pensioengeld? Welkom bij dit webinar. Mijn naam is Erik Wiegerink, ik ben redacteur van Vastgoedmarkt en ik leid dit tweegesprek tussen de vastgoeddirecteuren Patrick Kanters van APG en Guido Verhoef van PGGM. Patrick doet via een beeldverbinding mee, maar de lijn is... Ik hoor helemaal niets. Maar de lijn is wat wiebel. En dat ligt aan de beveiligingskant van de APG. Patrick, hoor je me nu? Oké, dan... Niet hoorbaar. Dan wachten we nog heel even... Ik loop nog even naar de technici. 1 seconde. Ah, de woord aangewerkt. En we gaan gewoon beginnen met... Met Guido. Guido, misschien kun je eerst even introduceren wie je bent precies en hoe groot de portefeuille is, wat voor omvang die heeft en hoe die verdeeld is. Ja, dankjewel Erik. Dankjewel überhaupt voor de uitnodiging. Guido Verhoef, PGGM. Vastgoedportefeuille van zo'n 30 miljard. En dat betekent eigenlijk dat 12% van het totale vermogen van PZW... en een paar andere klanten belegd is in vastgoed veilig. En het is belangrijk om even te melden dat er een verschil is tussen het genoteerde deel en het niet genoteerde deel. Wij doen dat verdeeld 50-50. En ik ben zelf verantwoordelijk voor het private deel. En dus mijn collega van het listed deel is er niet bij. En dat zijn eigenlijk twee verschillende strategieën die voor de klant optellen tot één. Oké. En waar steunen jullie begin dit jaar qua rendementsverwachting? Totdat de zwarte zwaan van corona kwam. Ja, we waren natuurlijk de afgelopen 5 jaar goed bezig, zoals denk ik iedereen. We hadden een rendement behaald van 10% gemiddeld. Dus wij waren dit jaar ook weer optimistisch. Ofschoon wij vorig jaar wel zoiets hadden van oké, het is nu wel lang geleden dat GFC zeg maar, zich aandiende. We moeten wel denk ik voorzichtiger zijn, defensiever zijn en er waren wel wat tekenen voor. Dus wij hebben de portefeuille wel wat defensiever ingericht. Maar wij verwachten zeg maar, voor dit jaar toch een rendement wat lager dan 10%. Maar laten we even zeggen, laten we eens even 8% prikken. En het eerste kwartaal zag er ook de eerste 2 maanden nog wel goed uit. En toen, toen ging het mis, zeg maar. Ja, nu wordt het. Maar je ziet dat het verschil tussen de listedmarkt en de private markt is natuurlijk dat de private markt vertraagd reageert. Dus eigenlijk in onze portefeuille zien we dat effect nog maar zeer beperkt. Het eerste kwartaal hadden we een klein positief rendement. Het tweede kwartaal een klein negatief rendement. En in Q3 hadden we eigenlijk weer een positief rendement. Okay. Dus op zich, we hebben tot op heden onze klanten met de private stukken zeg maar, heel erg blij kunnen maken. En dat laatste geval verklaren door denk ik, het feit dat we heel erg gespreid zijn. Hè? Want die 15 miljard die wij beleggen, die is ongeveer een derde belegd over de wereld. Dus Azië-Pacific... Amerika en Europa. En dat ook verspreid over de 4 belangrijkste sectoren. Wij zijn vooral een logistieke belegger en een woningbelegger. Mindere mate winkels. En vervolgens zeg maar de kantorenbelegging. Patrick, als het goed is, kan je het nu weer volgen? Ja, ik kan jullie nu alweer horen. Mooi. Een mooi moment dat jij je even zelf voorstelt. En hoe groot de portefeuille is waarvoor je verantwoordelijk bent. En hoe die een beetje gespreid is, geografisch, sectoraal. Maar kort en bondig. Precies, ja. Precies. Ja, ja. Mijn naam is Patrick. Mijn naam is Patrick. De portefeuille momenteel staat ongeveer 45 miljard euro. Wat bijzonder is, is dat onze strategie aan de integreerde strategie is. Dus we beleggen zowel in privaat vastgoed als in listed vastgoed. Dat mengen wij. Wij zien daar geen onderscheid in. De portefeuille is heel sterk globaal gespreid. Merendeel ongeveer 40% in Europa. En ongeveer een 30% in Azië-Pacific en ook een 30% in de Amerika's.
Ja, we bedienen dat vanuit de drie locaties. Management teams in zowel Amsterdam, New York als Hongkong. Ongeveer 50 man besturen daarmee de volledige vastgoedportefeuille. Ik denk dat de technici nog even moeten ingrijpen, want je bent niet zo optimaal verstaanbaar. Maar het gaat wel, met enige moeite. Ik ga nog even door met naar Guido. Dus je gaat uit van een totaalrendement dit jaar, wat waarschijnlijk nog een beetje positief zal zijn. Ja, eerlijkheid gebied me te zeggen, dat je kunt daar heel erg slim over proberen te doen. We hebben nu drie kwartalen staan. We hebben een hele gespreide portefeuille. En je ziet gewoon dat uiteraard winkels hebben het niet goed gedaan, dat is duidelijk. Maar daarentegen hebben we ook logistiek en woningen en die hebben het eigenlijk heel erg goed gedaan. Dan heb ik het even over wereldwijd, want we hebben overal ongeveer dezelfde signatuur qua sectorenverdeling. En wat je ook ziet, dat omdat je een spreiding hebt over de verschillende regio's, is dat bijvoorbeeld Azië het op dit moment heel erg goed doet. En ja, iedereen heeft denk ik ook in de krant kunnen lezen dat als je kijkt naar de economische ontwikkelingen, dan zie je bijvoorbeeld dat China nu toch redelijk een snel herstel laat zien. In tegenstelling bijvoorbeeld wat we in Amerika of in Europa zien. Dus dat helpt toch de totale portefeuille. Dus als je nou vraagt wat is het totale rendement dit jaar, ik hou het even op nul. Orde grootte. Even, en dan heb ik het puur over de private vastgoedbeleggingen. Dus ik denk dat de schade daarmee redelijk meevalt. Maar ook wij zien aan de listed kant dat het natuurlijk veel harder is ingehakt. En daar zie je natuurlijk het hele beurssentiment gewoon dwars doorheen spelen. Dus, nou ja, weet je, dus dat zijn de voor- en nadelen van hoe je nou uiteindelijk belegt. Wij zijn wat minder afhankelijk van dat sentiment. En ja, we zijn in staat beter te sturen op onze eigen portefeuille en daarmee het sentiment, laten we zeggen, wat in de hand te houden. Maar neem niet weg dat wij ook onze winkelbeleggingen, waar die ook ter wereld zijn, gewoon wel afgewaardeerd zien. Maar ja, niet in die mate zoals we het in de listed market zien. Patrick, hoe begon jij het jaar, of hoe jullie het jaar, en ja, hoe is dat, wat is het effect van de coronacrisis op jullie rendementsverwachting? Ja, we begonnen het jaar onverminderd sterk, totdat corona natuurlijk toesloeg. En die sloeg natuurlijk heel zwaar toe op de beursgenoteerde markten. Dat ging enorm hard. En precies ook wat Guido schetst, aan de private kant zie je dat de rendementen overal ja, onder bij de nullijn liggen. Dat kan je bij het listed deel absoluut niet stellen. Daar zie je een gigantische polarisatie van rendementen. Aan de logistieke, de datacentra komen rendementen nog onvermeerd door het dak eigenlijk, kan je stellen. Terwijl alles aan de retail en de hospitalitykant er natuurlijk heel hard van langs krijgt. Als je naar de hybride kijkt van onze strategie, genoteerd en niet beursgenoteerd, ja, dan zie je toch wel dat Azië het inderdaad aanzienlijk sterker doet dan de andere regio's. Nou, we zien natuurlijk dat in China en Hongkong met de pandemie er veel beter en sneller onder heeft gekregen. En daar zie je ook winkelbeleggingen het alweer heel aardig doen. Maar dit zal hoe dan ook een slecht jaar zijn, waarbij de rendementen natuurlijk het meest negatief zijn aan de beursgenoteerde kant. En dat wij overal een negatief absoluut rendement laten zien. Onze rendementen zijn doorgaans natuurlijk veel volatieler door de listed exposure die we hebben. Want we zagen bijvoorbeeld vorig jaar nog een rendement staan van 18-19%. En dat zal doorgaans hoger zijn geweest dan de meeste andere pensioenfondsen. Afgelopen jaren was het 18-19% dankzij ook met name dat beursgenoteerde stuk. Zo begrijp ik het. Toen deed het beursgenoteerde deel het sterker, ja. Nu viel mij op in de voorbesprekingen dat APG en PGM bijna ongeveer op hetzelfde moment, een jaar of 6 geleden, besloten tot een flinke herschikking van de sectorallocatie. Waarom juist toen, Guido? Ja, ik denk het mooie is van vastgoed beleggen en met die stenen bezig zijn, dat je ook echt lange termijn moet denken. En we proberen in te spelen op lange termijn trends. En we proberen daar heel goed over na te denken. Dus de hele ontwikkeling van e-commerce, die zagen we eigenlijk wel aankomen. Dus we hebben tijdig op in kunnen spelen. En we hebben tijdig in kunnen spelen op het hele, laten we zeggen, het onderscheid tussen de goede en de minder goede winkels. Dus wat dat betreft hebben we al afscheid genomen van een deel van de winkelportefeuille.
Jullie zaten boven de 30%, geloof ik. We zaten boven de 30%. Hè. Als je kijkt lange termijn en je doet research, dan zeg je, oh, dat is een hele mooie gediversifieerde winkelportefeuille met een mooi rendement en heel veel, laten we zeggen, goede huurders. Maar goed, dat is allemaal in een ander daglicht gekomen te staan door de urbanisatie, dus de tweedeling op de winkelmarkt. En e-commerce heeft daar natuurlijk een enorme tik op gegeven. En wij hebben die portefeuille dus, ja, laten we zeggen, tijdig. Kijk, we hadden nu liever op dit moment, wij spreken, nul retail gehad. Maar zo werkt de wereld natuurlijk niet. Maar we zijn tijdig inderdaad gaan draaien in die portefeuille. En dat legt op ons op dit moment geen windeieren. Maar ja, destijds kochten wij ook logistieke hallen tegen, noem maar wat, 6, 7, 8%. Ja, dan moet je nu eens om komen. Dus ook wij hebben moeten wennen aan het nieuwe idee dat je voor een redelijke, lelijke logistieke hal, bij wijze van spreken, zoveel geld gaat betalen. Want het is nu bij jullie de grootste categorie. Het is nu op dit moment de grootste categorie, ja. Patrick, ook bij jullie, ook bij APG, is er een behoorlijke verschuiving plaatsgevonden. Kun je die schetsen en de aanleiding? Ja, je zag eigenlijk sinds de Global Financial Crisis, toen we weer actief zijn gaan beleggen, wijzigingen. We zijn steeds directer gaan investeren. Dat wil niet zeggen dat wij het operational management naar ons toe hebben gehaald, maar dat we steeds minder via fondsen, via general partners gingen beleggen. Daarnaast zijn we steeds vaker gaan beleggen in, ja, wat nu nog steeds vaak alternative real estate of niches werden genoemd. We zijn veel nadrukkelijker gaan kijken van wat zijn nou die structurele trends in de wereld om te zorgen dat onze portefeuille niet belegt op de economie van gisteren, maar op de economie van morgen. En dat zijn natuurlijk de trends als technologische veranderingen, zoals Guido net ook schetste. Dat zijn de trends als urbanisatie. En op die manier zijn we eigenlijk steeds meer gaan beleggen in, laten we zeggen, verbijzonderingen van bekende sectoren. De woningmarkt zijn we veel meer gaan toeleggen op studentenhuisvesting, op seniorenhuisvesting. Binnen de logistieke markt is ons export. Maar hebben we bijvoorbeeld ook huurwoningen toegevoegd in een heleboel markten, ook developmarkten, die eigenlijk nog geen huurwoningproduct hadden. Denk aan Australië, denk aan Japan, denk aan China. Dus eigenlijk waren het een heleboel sectoren die er eigenlijk tot dat moment nauwelijks voorhanden waren, die we heel interactief zelf hebben aangeboord door partijen op te zoeken. Schaalbare strategieën wilden neerzetten. En op die is eigenlijk een portefeuille van de vier meer traditionele sectoren nu tot een portefeuille geworden met een veel breder palet aan investeringen, waarmee wij naar ons idee klaar zijn voor de economie van de toekomst. Hoeveel categorieën onderscheiden jullie nu in jullie portefeuille? Nou, uiteindelijk zijn, noemen wij studentenhuisvesting en bijvoorbeeld seniorenwoningen, die vallen nog altijd onder de sector residentieel. Dus het aantal sectoren is nog steeds een stuk of 5, 6. Datacentra zou je kunnen stellen, is wel een additionele sector. Hotels hebben wij best uitgebouwd, is een additionele sector. Dus qua hoofdsectoren zitten we denk ik op een 6, 7 sectoren. Oh ja. Guido, PGM heeft zich vooral beperkt tot een aantal hoofdsectoren. Ja, wat is het voordeel daarvan? Of waarom dat? Ja, ik denk misschien even belangrijk om dat denk ik even toe te lichten. Kijk, wij werken en zo werken de pensioenfondsen even. We hebben het pensioenfonds, dat is de pot met geld, zeg maar. En wij zijn de uitvoerder. Mm-hmm. En daar is een hele grote scheiding tussen. Dus we krijgen eigenlijk een opdracht mee en dat heet dan een mandaat. En onze klant, in tegenstelling tot ABP, zeg maar, die heeft gemeend, zal ik maar zeggen, om dat mandaat voor vastgoed op te delen in twee stukken. Een listed stuk en een privaat stuk. Dus zoals ik al zei, ik doe het privaat stuk. Maar als je alles bij elkaar optelt, en dat doet de klant veilig in zijn portefeuille, zegt hij, oké, ik heb 12% aan vastgoed. Dan uiteindelijk zitten wij ook in al die verschillende sectoren. Alleen bijvoorbeeld datacenters zijn buitengewoon goed toegankelijk, zeg maar, via de listed kant. En minder goed via de private kant. Vandaar dat wij die aan de private kant minder in de portefeuille hebben. En bijvoorbeeld beleggen in de healthcare sector is ook heel populair, met name in Amerika. Dat kun je ook prima toegang krijgen via de listed kant en weer minder goed via de private kant, zo je dat al zou willen. Dus als je sec naar onze portefeuille kijkt, dan zie je inderdaad die vier hoofdsectoren. En wij hebben ongeveer 5% belegd in niches. En dat zit dan in die niches die een beetje studentenhuisvesting. We doen inderdaad weinig hotels, maar we doen bijvoorbeeld wel veel senior housing en self-storage. En dat zijn gewoon laag correlerende met de andere sectoren
interessante beleggingscategorieën. Maar we noemen het niches en dat niet voor niks. Zijn dus altijd relatief klein. En dat zullen ze ook wel blijven. Maar bij APG is het duidelijk dat niches wel degelijk een wat grotere rol spelen. Volgens mij als bij PGM. Of zie ik dat verkeerd? Patrick? Ja, ik ken niet beide portefeuilles volledig. Ik praat wel geregeld met Guido. Maar we hebben er wel heel zwaar op ingezet. En ja, jij noemt het nu niches. Ja, in mijn optiek zijn het de sectoren van de toekomst. En het zijn, zoals ik net ook zei, het zijn ook ver bijzondere dingen. Kijken we naar huurwoningen. Ja, we weten allemaal wat het middensegment huurwoningen is. Nu hebben we ook een heleboel beleggingsproducten gecreëerd die op andere gebruikers binnen de woningmarkt zich richten. En dat zijn dus de studenten, de senioren. Maar er zijn ook hybrides van sectoren. Als je kijkt bijvoorbeeld in Nederland naar de Student Hotel, die richt zich op studenten, maar kamers worden ook verhuurd als hotelproduct. Dus het zijn ook op een gegeven moment overlappen geworden tussen de bekende productsector, hotel en woningen. Dus in die zin kijken we niet meer heel rigide iedere keer naar vul ik die vier blokken. We hebben die invulling geven aan de vraag van de toekomst en de vraag van vandaag. Ja, ja. Maar is het zo dat jullie die niches ook bedienen via beursgenoteerd vastgoed of is het ook met name ook direct juist? Ja, absoluut, absoluut. En daarom is die geïntegreerde strategie juist zo prettig. Als ik als voorbeeld pak Amerika. Als je in Amerika in niet beursgenoteerde fondsen belegt, en je kijkt daar bijvoorbeeld naar de hele grote markt van open-end funds, dan zitten daar doorgaans de traditionele sectoren in. Daar kom je heel veel kantoren, winkelcentra en zoals de Amerikanen noemen, multifamily tegen. Kijk je naar de REITs, de beursgenoteerde fondsen, dan is nog maar 40% van die index, van die benchmark, zijn die traditionele sectoren. Dus daar kom je al heel veel senior living tegen, daar kom je datacentra tegen, daar kom je hotels tegen. Dus eigenlijk kan je zeggen dat die beursgenoteerde fondsen veel leveren momenteel om te beleggen in de economie van de toekomst. Oké. Dan ga ik even over op de sectoren. Retail, opvallend is de krimp van het aandeel winkelvastgoed, ooit de veilige haven. Bij APG was dat zelfs 40%, begreep ik. Was dat niet toch wel erg aan de hoge kant, zelfs al was het toen een veilige haven? Dat was toen, als je ons vergelijkt met anderen, misschien aan de hoge kant. Het was ook de sector die al lange tijd de hoogste rendement heeft gebracht tegen toen de beste risico's, de meest lage risico's. In die zin was het heel lange tijd een outperformer. Maar ja, inmiddels is de wereld veranderd en hebben wij ook heel hard de retail exposure teruggebracht. En ook binnen die retail exposure zijn we steeds meer gaan verbijzonderen. Als we naar Europa kijken bijvoorbeeld, dan is onze retail exposure voor meer dan 20% zijn zogenaamde outletcentra. Nou, die outletcentra die doen het tot op heden bijzonder sterk. Die zijn door de e-commerce en door de vastgoedcrisis, de financiële crisis heen, zich altijd nog bijzonder goed blijven gedragen. Dus het is ook binnen de exposure, naast dat we hem hebben teruggebracht, is het iedere keer een steeds verder versterken op basis van het product waar vraag staan. Ja, ja. Maar 19% retail is het nu, hè? Ongeveer. Of was het 21%? Ja, iets meer. Ja, onze grote sectoren zijn woningen, gevolgd door logistiek en retail. Maar zijn jullie van plan dat nog verder naar beneden te drukken of blijft het hierbij, zegt die herschikking? Nou, op dit moment, ten eerste, er is nog geen markt voor retail. Er zijn bijna geen kopers op dit moment. Het is het meeste, of het minst geliefde sector. Actief verder afbouwen. We zijn wel voortdurend altijd bezig, zoals ik net zei, om te zorgen dat die exposure zo optimaal mogelijk is gepositioneerd. En daarom hebben we dus ook heel zwaar ingezet op de outletcentra, naast dat we retail hebben afgebouwd. Maar voor nu zie ik geen aanleiding om daar verder af te bouwen. Het is ook niet dat wij ons vertrouwen hebben opgezegd in retail. Absoluut niet. Guido, dat geldt ook bij jullie. Jullie hebben nog steeds wel vertrouwen in retail? Ja, zeker. Kijk, we zijn een lange termijn belegger. Dus wat dat betreft moet je ook stick to the plan doen. En natuurlijk niet je kop in het zand steken van wat er gebeurt. Maar goed, dat onderscheid in die winkelmarkt zagen wij aankomen.
Dus wij hebben ingezet op de dominante shoppingcenters, zeg maar, bijvoorbeeld in Nederland, maar ook in Amerika. En meer op de convenience store. Nou, die doen het nog relatief goed, maar met name, laten we zeggen, de dominante winkelcentra. Als je in Amerika een mall hebt op dit moment, word je gewoon niet blij. Maar wij denken, en nou, Patrick noemde het al even, en wij hebben bijvoorbeeld exposure in Australië, hebben we ook een aantal malls. En daar zien we nu op dit moment, nu die lockdown eraf is, dat er heel veel mensen naar die mall weer komen. En dat de bezoekersaantallen weer ver boven wat het normaal is. Zeg, een soort inhaalslag die je aan het maken bent. En de mall is niet dood. De mall is zeker niet dood. Maar je moet de mall altijd in het juiste perspectief zien van de markt. En wij hebben in Nederland heel veel winkels. Dus er zijn eigenlijk te veel winkels. Dus er gaan gewoon winkels weg. En nou ja, dat zagen we aankomen. Maar een heleboel andere plekken in de wereld, bijvoorbeeld Australië. Ja, als jij naar een binnenstad gaat of naar een centrum gaat, voor zover dat er al is bij spreken, dan kom je toch in een mall-achtige omgeving. En er zijn dus meer multifunctionele centrumgebieden, zijn dat feitelijk. Dus dat moet je een heel ander perspectief zien. En wij denken gewoon dat, even kijk, die COVID, dat is gewoon iets wat ons overkomt. Daar komen we uiteindelijk ook weer uit. Dat is allemaal heel erg, et cetera. Maar wij kijken lange termijn en mensen hebben gewoon de natuurlijke behoefte elkaar te blijven ontmoeten. En ja, even Azië bijvoorbeeld, als jij in Singapore klein behuis bent. Ja, als jij je vrienden of je familie wil ontmoeten, ga je dus naar de mall toe. Je moet eigenlijk naar de mall toe, want je kunt mensen niet thuis ineens ontvangen. Dus het heeft ook een hele andere functie. Dus wij blijven in de malls, in de winkels geloven. Alleen niet in alle winkels. Dus het zullen minder winkels worden. Maar ik denk, je moet een goed onderscheid maken tussen even Nederland even, ja, en ook de rest van de wereld. Dus de ene winkel is absoluut de andere niet. En dat bedoel ik ook een beetje met het beurssentiment. Als nu ergens het label winkels op staat, dan is het afblijven. Maar als je dus goed naar kijkt, dan zijn er op zich toch al wel zaken die best natuurlijk heel veel potentie hebben. En dan heeft het een beetje te maken met de prijs. Van wanneer is die prijs zodanig interessant om daar weer in te stappen? Dat is denk ik nu nog wat te vroeg. Maar daar ontstaan ga je ook weer mogelijkheden. Ik denk dat zowel bij APG als PGM veel nagedacht wordt over e-commerce en waar het naartoe gaat. We zitten nu, het heeft een enorme boost gekregen, weer verder boost door de coronacrisis. Waar staan we over 5 jaar als het gaat om de percentage van de detailhandel? We zitten nu ongeveer op 15%, dacht ik. Patrick? Ja, het is een beetje afhankelijk van markt in Europa. Hè. Dus Mark, ik geloof dat de UK zat voor de coronacrisis op ongeveer 16%. De meeste andere landen 11-12%. Ja, wat er nu met corona natuurlijk gebeurt, is dat we in een soort, we zitten in een film die versneld naar voren wordt gespeeld. We zagen de trend al en die trend die slaan nu een aantal jaren over. Dus we maken een sprong naar een hoger niveau. Kijk je vandaag de dag, dan is geloof ik zelfs op 40% in Nederland is er aan online sales. Maar dat we doorgroeien naar 16-20% is natuurlijk heel goed mogelijk. En daar komen we nu 2-3 jaar sneller terecht dan dat we aanvankelijk, als we de trend hadden doorgetrokken zonder corona. En jullie zijn een lange termijn belegger, dus wat denk je dat het uiteindelijk gaat worden? Want... Ja, vind ik heel lastig te stellen, dat is natuurlijk de handvraag. Op het moment dat we natuurlijk met z'n allen een duidelijk plafond zouden zien in de groei van de e-commerce, dat zou natuurlijk een prachtig moment zijn waarin een breed vertrouwen in de winkelcentra terug gaat komen. Maar het blijft natuurlijk gokken, wat Guido natuurlijk terecht zegt. Dus ja, uiteindelijk blijven we het ontzettend leuk vinden met z'n allen om bij elkaar te komen op leuke plekken. En winkelen, het blijft ontzettend leuk voor heel veel mensen. En ook winkels zie je dat die heel nadrukkelijk inzetten op omnichannel. Niet alleen maar het één doen, maar heel nadrukkelijk de succesformule toch doorgaans is om je op 2 kanalen toe te leggen. Zowel de online als die fysieke retailkanaal. Maar op welk niveau dat ligt, ja, dat blijft heel moeilijk te stellen. En los van die niveaus gaat het natuurlijk om dat je in de juiste centra zit. Er zullen nog steeds centra blijven afvallen. Maar zorg dat je in die centra zit die het beste zijn gepositioneerd voor de omnichannel retail. Maar als ik nou echt vraag om een percentage te noemen, maar je houdt een slag om de arm uiteraard, dat snapt iedereen, maar... Wat denk je dat het zo ongeveer wordt? 25% of 30% of 20%? Ja, ik heb ook die glazen bol niet. We zien dat het 40% is. Er zijn landen waar het al is gegroeid naar 16-17%. Dus laat het misschien ergens daartussen liggen. Ja. Guido, heb jij die bol? Nee, ik heb ook geen bol. Maar kijk, het mooie is natuurlijk van een wereldwijde portefeuille en werken met heel veel partners, zie je inderdaad
dat allerlei landen in verschillende fases verkeren. En we zien natuurlijk ook dat bijvoorbeeld in een land als China, die bouwen natuurlijk zaken veel sneller op. En wij hebben een hele zorgvuldige planning en bestemmingsplannen en dingen gaan allemaal traag eventjes in Nederland. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen overigens. Maar daar zie je gewoon, ze slaan daar een heel stuk over. En daar is de e-commerce nu al, is de verwachting dat dat naar 25-30% gaat uiteindelijk. Dus ja, oké, dit gaat volgens mij niet meer weg. Maar je kunt van dezelfde kant een redenering opbouwen aan de e-commerce kant. Hoe lang gaat het allemaal goed? Hoe lang zijn wij bereid bij spreken om 10 dingen te bestellen en 5 dingen te retourneren? Als je denkt aan kosten, als je denkt aan duurzaamheid, et cetera. Dat zijn allemaal dingen die ook niet echt helpen. Dus kijk, je probeert zo goed mogelijk op te letten, te sturen op die lange termijn trends. Je heel goed te informeren, heel goed na te denken. Maar uiteindelijk is spreiding is denk ik best een hele belangrijke factor waarvan we met z'n allen geleerd hebben. Oké, dat is echt een cruciale factor. Dus ook de logistiek zeg maar zal een keer, daar komt natuurlijk een keer een eind aan. En misschien komt er een zwarte zwaan voorbij die wij nu niet kennen. Maar die kun je een beetje gaan bedenken. Denk, dan gaan we weer terug naar een andere sector, wat het ook kan zijn. Kijk, de glazen bol hebben we niet, spreiding is cruciaal en aan de knoppen zitten. En vandaar inderdaad wat Patrick ook zei, kijk, dat fondsmodel hebben wij ook losgelaten. Wij doen overwegend zeg maar die joint ventures, waardoor wij gewoon gebouwen kunnen kopen en gebouwen kunnen verkopen. En heel dicht op de bal zitten, dus ook heel veel informatie hebben van de operator van wat gebeurt er nu precies. En daardoor kun je gewoon heel goed sturen. Alleen ja, de glazen bol die heeft gelukkig niemand. Nee. Even over die fondsen. Wat is daar nou het voordeel van om het op je? Want ooit was er een beweging juist uit direct vastgoed. En nu zie ik heel nadrukkelijk bij de grotere pensioenbeleggers. En daar horen jullie zijn de twee grootste van Nederland. Een beweging richting joint ventures. Dus eigenlijk veel meer direct vastgoed. Ja. Patrick en ik, we hebben allebei nog een keer bij ING gezeten, zeg maar. En die hebben de portefeuille toen destijds opengesteld. Bij ING Real Estate. En wij beleggen nog steeds in het ING Dutch Office Fund. Het heet de Seabury Dutch Office Fund, om maar wat te noemen. Dus dat vinden we nog steeds gaaf. Dus we hebben die hele ontwikkeling gezien van een portefeuille openstellen, in een fonds beleggen. Maar we hebben ook gezien wat er in de GFC met name gebeurde. Dat je ook vast zat in zo'n structuur en met name closed-end funds. En dat heeft ons niet geholpen, waardoor je meegetrokken werd met besluitvorming van andere beleggers die eigenlijk haak staan op jouw lange termijn visie. Maar zij hadden een korte termijn visie, ja, we zijn overwogen naar vastgoed, we moeten eruit. En wij zeiden, oké, dat soort dingen willen we niet. We willen zeg maar master of our own destiny zijn geworden. En dus die joint ventures die passen daar eigenlijk heel erg goed in. Maar ja, dat kun je alleen als je een grote belegger bent feitelijk. Want dit spel wordt gespeeld door, ja, laten we zeggen, de top 20, top 50 beleggers in de wereld. En van alle anderen, je kunt niet met 50 miljoen naar Azië gaan en zeggen van ja, ik wil heel graag een joint venture gaan starten. Want je bent gewoon geen partij. En dat zie je gewoon in alle pensioenfondsen ook terugkomen, dat die hele consolidatieslag zich ook daarna vertaalt. Dus je houdt een paar grote partijen uiteindelijk over. Mijn doelstelling is dan inderdaad om de beste beleggingsproducten ter wereld te vinden tegen de laagst mogelijke kosten voor de pensioengerechtigde uiteindelijk. En ongeacht wie die pensioengerechtigde dan precies is, dat vind ik dan weer minder relevant. Ja, ja. Vanwege dat e-commerce is logistiek eigenlijk de kampioen geworden van de coronacrisis. Ja. Begrijp ik. Wat maakt logistiek zo aantrekkelijk? En zijn het nou de big boxen of waar jullie op richten, of de kleinere last mile gebouwen aan de randen van steden waar een hele hype omheen is gebouwd de laatste tijd? Ook daar geldt weer een combinatie van waar gebeurt het. Dus dat zijn de big boxes, maar ook die big boxes kunnen alleen functioneren als je daar kleinere boxes bij hebt en die zitten dan weer aan de randen van de steden. Dus wij proberen een strategie uit te voeren op logistiek. Alleen logistiek proberen we ook weer het onderscheid te maken tussen big boxes en de last mile, zullen we maar even zeggen. Dus in die combinatie kun je uiteindelijk dan de hele logistieke keten qua vastgoed uiteindelijk bedienen. Jullie zitten nu op 30%. Ja. Dat lijkt me wel. Is dat daarmee de uiterste grens bereikt? Qua risicospreiding, dat houdt toch ergens op natuurlijk. Ja, kijk, ik zei al, je gaat niet 100% in logistiek beleggen. Nee, dat lijkt me niet slim. Dan moet je de glazen bol voor hebben, die hebben we niet. Dus we proberen daar heel verstandig over na te denken. Maar wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat een hele goede logistieke portefeuille het rendement heeft gebracht. A, direct, even de huur. Maar B, natuurlijk de waardestijging.
En door die waardestijging zie je natuurlijk ook dat je over die 30% heen gaat, zeg maar. Zo kom je er ook. Dus, en nu zie je natuurlijk de ontwikkeling dat die winkels, die zakken allemaal in qua waarde. Dus die hele portefeuille gaat balanceren. Ik wil niet zeggen dat je meer of minder gebouwen hebt, maar de waarderingen liggen nu in één keer anders. En dat zal ook wel weer een keer gaan draaien. Maar er is een grens, zeker. En die grens die ligt ongeveer? Ja, weet je... Nooit harde grenzen trekken? Nee, nooit harde grenzen zeggen. Maar ik zou zeggen, ik zou niet meer dan 40% beleggen in logistiek in een portefeuille gefocust op die vier sectoren eventjes. 40% lijkt mij ook wel veel, eerlijk gezegd. Ja, oké. Nou, maar goed, we zitten nu op 30. Als we goede dingen kunnen vinden en we geloven daar echt in en het speelt in op die lange termijn ontwikkeling, ja, zullen we zeker niet schromen om dat na te laten. Patrick, hoe ligt dat bij jullie? Jullie hadden ooit 40% winkels, wat veel was. Maar hebben jullie wat geleerd daaruit dat het juist wat minder moet? Een betere spreiding of... Wat zijn jullie ideeën daarover? Nou, we hebben toegemerkt dat de winkels ons zeker geen windeieren hebben gelegd. Het was een absolute outperformer, zoals ik net schetste. Maar we leren ook met z'n allen dat portefeuilles ook een bepaalde flexibiliteit in zich moeten hebben. En dat die voortdurend aan veranderingen onderhevig moeten zijn. Daarom hebben wij ook we bouwen logistiek bijvoorbeeld steeds verder uit. Maar de prijzen van core assets aan de logistiek kan beginnen erg hoog te worden. Dus vandaag de dag leggen we ons met name toe op ontwikkelingsstrategieën. Ontwikkeling met wel als einddoel om die assets in portefeuille te houden. En ook daar geldt het weer sterk per land hoe de rendementen en risico's zijn. Heel actief nu uitbouwen op logistiek voor portefeuilles, dat is nu minder aan de orde. Oké. En de grens van een bepaald segment die ligt ergens tussen de... Waar houdt het op? Nou, daar hebben we voor onszelf liggen de grenzen op een heel hoog niveau. Natuurlijk gebruiken wij een top-down framework hoe we een portefeuille inrichten. Maar daarbovenop heel nadrukkelijk kijken we bottom-up de keer. Wat zijn goede strategieën? Welke strategieën kunnen we maximaal profijt trekken van structurele trends? En uiteindelijk natuurlijk hele grote portefeuilles waar je voortdurend accentverschillen aanbrengt. En waar niet opeens allocaties naar sectoren... met 5% of 10% punt in een paar jaar kunnen worden verhoogd. De kantoren, de grote vraag is natuurlijk, wordt thuiswerken een blijvertje en wat voor effect zal dat hebben? Wat zijn jullie de ideeën daarover met Guido? Daar proberen we ook veel over na te denken, veel met onze managers te praten over de hele wereld. Dus dat geeft je heel veel inzichten. We zijn nooit een hele grote kantorenbelegger geweest, dus dat sowieso op de eerste plaats. Vervolgens hebben we gefocust op kantoren in de allerbelangrijkste steden van de wereld, dus dat helpt ook. En dan hebben we ook nog bepaalde strategieën. Vaak zijn dat niet long-term hold strategie, maar meer zeg maar value-add strategieën. Dus zo kijken wij een beetje naar kantoren. Maar kantoren zijn in die zin wel een blijvertje in de portefeuille. En waarom is dat zo? Omdat wij denken in ieder geval dat mensen zullen nu als gevolg van thuiswerken, wat in Nederland al redelijk ver was doorgevoerd, maar zullen makkelijker uiteindelijk nu thuiswerken. Ik bedoel, zelfs een Amerikaanse manager zal zeggen van, we vinden het wat minder erg. In Azië daarentegen zie je mensen gewoon volop naar kantoor gaan, want die hebben ook gewoon geen alternatief. En daar zie je qua cultuur toch nog meer dat je toch wel wordt geacht op kantoor te verschijnen. Ja, Japanners hebben daar een naam van, hè? Tot 9 uur 's avonds op het kantoor moeten zitten. Eerst moest de baas weg. Ja. Maar ik denk dat wel een beetje gaat draaien allemaal ten gunste van meer thuiswerken. En wat betekent dat dan uiteindelijk? Nou, ik weet het niet, maar laten we zeggen dat mensen op zijn minst 3 dagen op kantoor zijn. En ik denk dat gewoon goed is voor, ik merk het aan mezelf, aan mijn eigen team. Je moet blijven functioneren, je moet moeilijke discussie met elkaar kunnen hebben. En de techniek, we zien het hier, laat ons af en toe ook wel eens in de steek. En je wilt toch die non-verbale communicatie weer uiteindelijk ook hebben. En je wilt gewoon de koffiepraat hebben en meer informatie oppikken. Dus voor elk bedrijf, om zichzelf te branden en om nieuwe mensen aan boord te hebben en om een goede cultuur te bewaken en innovatief te zijn, problemen op te lossen, heb je een verzamelplek nodig. En dat is een kantoor. En hoe dat er dan uitziet, veilig, op een centrale locatie. Ik verwacht niet dat er allemaal kantoren in Nieuwegein gaan komen en weet ik wat allemaal.
Dus, je bedoelt geen satellietkantoren? Geen satellietkantoren, dat is een discussie die in Amerika dan nu wel speelt. Ja, ik geloof in ieder geval daar niet in. Ja, dus, in Amerika zijn de afstanden natuurlijk ook veel groter. Dus, ja, dat zal dat okay, meer dus, een rol spelen. Ja, ja, maar goed, ik denk ook als je de hele klimaatdiscussie erbij betrekt. Ik verwacht niet dat we met z'n allen weer in auto's gaan zitten. Een beetje naar suburbane kantoren rijden. Maar dat je toch de knooppunten van het openbaar vervoer, dat de belangrijkste plekken blijven om het kantoor te hebben. Wat er dan meer uitziet als een clubhuis dan als een kantoor waarschijnlijk. En daar zitten jullie al? En daar, Ja, daar zitten wij al. En dus wat dat betreft maken we ons niet zo heel erg druk. Maar we maken ons wel druk natuurlijk over de kantoren die we hebben. En zijn die veilig genoeg? Zijn die goed ingericht? Etcetera, etcetera. En daar gaat het natuurlijk, kun je zomaar ook wat tegen extra kosten aanlopen. Ja, want het is nu iets van 9% kantoren. Hè? En dat zal ongeveer... Nee, we hebben 20% kantoren. Oh, 20% nog. Ja. Oké. Okay. En bij APG? Ja, Erik, je noemde het al, 9%. Dat is inderdaad het belang wat wij hebben aan kantoren. Dat is eigenlijk al lang aan de lage kant als je ons vergelijkt met veel andere partijen en met benchmarks. Kantoren is denk ik wel even de meest lastige, misschien wel de lastigste sector om nu in te schatten waar dat naartoe gaat. Qua vraag en qua aanbod en qua rendementen. Maar ook daar gelden weer grote verschillen. Guido zei al, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn team in Hongkong, die zitten allemaal weer gewoon op kantoor te werken. Die zijn daar weer en het is daar veilig. En ik verwacht dat hier, zoals we met een heleboel trends versneld naar voren gaan, we komen er met z'n allen achter dat dat thuiswerken toch op een heleboel vlakken eigenlijk veel beter gaat dan dat we ooit hadden verwacht. Dat het zeker een blijvertje is, dat we structureel meer van huis uit zullen doen. Maar het is ook heel afhankelijk van de type werkzaamheid. Werkzaamheden die heel repetitief zijn, die kunnen natuurlijk veel beter van huis uit. Werkzaamheden die overleg vergen, ja, dat vinden we toch bijzonder prettig. En dan worden we veel productiever als we bij elkaar komen. Maar zal het werkelijk... Dus als we kijken van wat zijn de succesvolle kantoorlocaties nu, dan verwacht ik niet dat daar veel verandering in optreedt. Ik ben dus ook helemaal geen gelover in een revival of de suburb of decentralisatie. Want als we werken straks en we gaan naar kantoor, dan komen we daar om elkaar te ontmoeten, om te brainstormen, om innovatief te zijn. En dan ga je juist naar die plekken die heel goed bereikbaar zijn. Dus ik ben een versterking van de al geurbaniseerde wielen, dan dat er sprake zou zijn van satellietkantoren. Ja. Oké, okay, maar het zal niet leiden tot een halvering van de kantorenmarkt. Ik doe maar een dwarsstraat, zoals sommigen zeggen. Nou ja, we zijn er ontzettend veel proberen we daar te becijferen. Wat ik net zei inderdaad, wat we wel concluderen is dat de volatiliteit in uitkomsten heel breed is. Voor deze sector het meest lastig in te schatten. Per saldo denk ik dat inderdaad de vraag naar kantoren afneemt. We zijn natuurlijk enerzijds zullen we de verdere verdichting nu een halt toevoegen. Anderzijds zullen we structureel meer thuiswerken. Maar per saldo denk ik dat er een netto afname is in de vraag naar kantoren. Mag ik concluderen dat... Dat de kwaliteit van de kantoren alleen maar belangrijker wordt en dat de kwaliteit van de locatie... Ja, maar concluderen dat APG niet van plan is om echt nog flink in kantoren, nieuwe kantoren te investeren? Nou, een netto sterke toename verwacht ik zeker niet. Maar ik had bijvoorbeeld twee weken geleden uitgebreide gesprekken met het team in Hongkong. En dan zien we in de Aziatische markt op verschillende landen nog steeds een sterke behoefte aan toename van hoogwaardige kantoren. Denk bijvoorbeeld aan India. Ik denk ook aan Singapore, waar mogelijkheden zijn. Spreek ik met mijn Amerikaanse collega's, ja, dan zijn we uitermate terughoudend over hoe ze dat daar gaat voltrekken. Ja. Ik wou nog twee sectoren behandelen. En dan even andere, want we hebben nog maar 6 minuten. Datacenters. APG is er verzot op. Jullie noemen het de kampioen van de... coronacrisis, maar PGGM zit er helemaal niet in, volgens mij. Nou, of nauwelijks. Nee, goed, dat probeerde ik even te duiden. Niet via alleen beurs. Via de beursgenoteerde kant zitten we er volop in. Ja, het feit dat wij hier vandaag zitten is dankzij datacenters.
En ik vind het op zich wel grappig. Ik las laatst een artikel van iemand die ging op bezoek bij een datacenter. En die zegt tegen die man van, ja, maar deze datacenters hebben we straks toch allemaal niet meer nodig. Want we zitten allemaal in de cloud. Dus dat was op zich wel, dat was op zich wel komisch dan. Maar, dus we zijn super afhankelijk van die datacenters. Ja, ja. Dat is gewoon absolute winnaar is dat uiteindelijk. Ja. Oké, okay. Maar jullie zitten er niet rechtstreeks in. Maar via de listenkant hetzelfde. Precies, ja. Oké. Okay. En dan nog even de hotels. Je zei, ik ben dolgelukkig dat ik niet in hotels zit op het moment. HPG zit er wel degelijk in en jullie breiden het zelfs nog uit. Ja, hoe moet ik het duiden? Ja, kijk, er ligt een stukje historie, denk ik, hier aan de grondslag. En ook hier geldt weer, we zitten wel in de hotelsector aan de listenkant. Aan de private kant minder, omdat er vaak een hele grote operationele kant aan zit. En we hebben gewoon nog niet het allerbeste vastgoed voorbij zien komen wat ons paste. Dus dat is een beetje luck, zeg maar, in hindsight. Hadden we erin willen zitten? We hadden er eigenlijk best wel in willen zitten. Dus het is meer toeval. Geluk bij een ongeluk. Geluk bij een ongeluk, inderdaad. Alleen onze klant zegt wel, die hele operationele kant, die vinden ze wel, laten we zeggen, spannend. Want ze zijn vooral geïnteresseerd in vastgoedexposure, geïnteresseerd in huur- en waardegroei. En niet aan de operationele kant. En ja, dat heb je bij hotels natuurlijk al snel, dat je dat wel te pakken hebt. En dat is gewoon van, ja, oké, wat wil je klant? Dat ga je uitvoeren, want dat is je opdracht. Ja, hier hebben we even een principieel verschil te pakken. Want APG gelooft wel degelijk juist in het investeren in operationeel management. Leg uit, Patrick. Nou ja, je ziet natuurlijk dat de huidige vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door een steeds grotere vraag naar flexibiliteit. En het bieden van die flexibiliteit in vastgoed, en dat kunnen zijn woningen, dat kunnen zijn hotels, dat kunnen zijn kantoren, die moet worden geboden door een heel sterk operationeel management. Dus de traditionele splitsing tussen stenen en management, die is eigenlijk steeds minder goed mogelijk. En echt waarde toevoegen kan je in onze optiek alleen nog maar door goed geïntegreerde ondernemingen die niet alleen de stenen bezitten, maar ook al in zijn ouds in huis hebben, om vastgoed te ontwikkelen, om vastgoed te managen, om echt die service en die flexibiliteit te kunnen bieden. Dus daarmee is de operationele activiteit zo onlosmakelijk verbonden geraakt, dat we ook erover zijn gegaan om steeds vaker niet alleen die stenen te beleggen, maar ook in de oplevingcompagnie en het liefst in ondernemingen die al volledig geïntegreerd zijn. Maar dan zijn jullie eigenlijk private equity. We bijvoorbeeld hebben opgezet toen we begonnen te beleggen in de stenen en in de operatiecompagnie. Nu zijn we meer dan 10 jaar verder, hè, die twee volledig geïntegreerd in één onderneming. Maar dan zijn jullie ook met de meeste andere sectoren beleggen wij eigenlijk heel graag mee aan beide kanten. En het liefst geïntegreerd, omdat je daarmee alarm interest hebt en vanuit de overtuiging dat je daar de maximale waarde creëert. Maar dan zijn jullie eigenlijk meer een private equity belegger op dat moment en minder een vastgoedbelegger, of zie ik dat verkeerd? Nou, wat ik zei, je kan dat niet langer meer scheiden, die twee. En bijvoorbeeld vergelijking met de beursgenoteerde markt, daar beleg je doorgaans altijd in volledig geïntegreerde ondernemingen. Ja, ja. Oké. Okay. Moeten we naar een afronding. Even, wat zijn de belangrijkste lessen van corona voor jullie? Ik begin met Guido. Ja, ik heb het een paar keer het woord genoemd, is toch diversificatie. We hebben de GFC gehad, we hebben nu corona en er komt straks ook wel weer een andere crisis. Dus je moet een denk ik, lange termijn visie hebben en daar moet je aan houden, consequent zijn. En dat kun je alleen als je zelf in controle bent. Dus de joint ventures, et cetera, die helpen daar uiteindelijk enorm bij. En de gespreide portefeuille, die helpt daar ook enorm bij. En, nou goed, we hadden net over de hotel operator. Dat is een voorbeeld inderdaad. Wij zitten daar niet in, maar aan de woningkant logistiek geldt inderdaad hetzelfde. Kijk, de operator heeft natuurlijk alle data ook beschikbaar van hoe dat vastgoed nu functioneert. Zijn de huurders tevreden, et cetera? Wat gebeurt er? En dat moet je gewoon weten. En dan ben je gewoon, uiteindelijk gewoon goed bezig. Dus ik denk die hele verdiepingsslag naar die operator toe, het verzamelen van data. En de diversificatie, dat leidt uiteindelijk tot een hele goede portefeuille. En voor jullie, Patrick, wat is bij APG de belangrijkste les van de coronacrisis? Nou, de belangrijkste les is eigenlijk een herbevestiging van wat we hebben geleerd in de global financial crisis. Houd gewoon structureel je leverage laag. Dan kan je dit soort moeilijke tijden goed overbruggen.
En dan ben je ook weer klaar als er weer nieuwe opportunities voordoen. Onze portefeuilles die zijn sterk teruggebracht in leverage. We hebben doorgaans een 25% tot 30%. En dat zorgt dat je buiten heel veel problemen blijft. En dat je kan blijven focussen op het verder opschalen en het toevoegen van interessante beleggingen. En verder, ja, hou vast aan die structurele trends. Dat zie je nu met de coronacrisis. Eén ding leer ik van de structurele trends, dat ze versneld uitpakken. Maar de structurele trends veranderen niet door een black swan zo groot als de coronacrisis. Een heel kort antwoord nog. Blijft vastgoed in de post-coronatijd een aantrekkelijke beleggingscategorie voor pensioenbeleggers? Ja, zeker. Je vraagt het een beetje aan zijn slager die zijn eigen vlees keurt. Maar als je kijkt naar nieuwe pensioencontracten wat er aan zit te komen. En dat we een keertje wegraken van de hele dekkingsgraad discussie. Dan zal zeg maar assetcategorieën die gewoon een keurig direct en indirect rendement opleveren heel goed passen in zeg maar een dergelijke portefeuille. Ik zie je nu op de kop, Patrick, maar dat maakt niet uit. Ja, blijft vastgoed aantrekkelijk in de post-coronatijd? Ja, ook om mijn kop dan. Nee, absoluut, absoluut. Het blijft een hele sterke categorie. En als we ook nu kijken, nog steeds een langjarige reeks. Met inbegrip van global financial crisis, met corona erbij. Dan is het nog altijd een vastgoed. Een asset class die rendement risico gewogen zich uitstekend kan meten. En waar veel beter kan klassen om ons heen. Dan bedank ik jullie. En ik sluit de bijeenkomst. Oké, graag gedaan.